Er was eens een molenaarsdochter. Ze heette Marieke. Haar moeder leefde niet meer en daarom deed zij de hele huishouding. Haar vader was zo tevreden over haar dat hij iedereen vertelde: mijn dochter kan van stro goud spinnen. Dit hoorde ook de koningin. En ze gaf meteen haar zoon, de jonge prins, de raad het meisje eens te gaan opzoeken. Op een dag hield het rijtuig van de prins voor de molen stil. Marieke zat juist op de tuinbank kousen te stoppen. De prins vond haar direct al erg aardig. Toen de molenaar van de prins hoorde dat hij Marieke mee naar het paleis wilde nemen om met haar te trouwen, was hij erg verbaasd. Maar hij gaf zijn toestemming. Marieke reed mee in het rijtuig naar het paleis. De prins vertelde haar dat zijn moeder wist dat zij van stro goud kon spinnen. Oh, maar dat kan ik niet. Dat heeft mijn vader alleen maar gezegd omdat hij vindt dat ik zo handig ben en van weinig nog iets goeds kan maken. Ik vind het niet erg hoor dat je dat niet kan, zei de prins. Ik hoop maar dat mijn moeder er net zo over denkt. We zullen maar rustig afwachten. In het paleis aangekomen was de koningin erg vriendelijk tegen Marieke. Ze had een heel fijne dag. Maar de volgende dag, wat gebeurde er toen? De koningin bracht Marieke naar een zaal vol met stro. In een hoek stond het spinnenwiel. Zo, laat nu maar eens zien hoe goed je goud kunt spinnen, zei de koningin. Vanavond kom ik terug om te kijken hoe ver je gekomen bent. Marieke bleef alleen achter en ze begon zachtjes te huilen. Ze kon immers geen goud spinnen. Dat had haar vader maar gezegd, omdat ze zo handig was. Maar plotseling stond er een heel klein mannetje voor haar. Hij had een rood pakje aan en een groen punthoedje op. Huil maar niet hoor, ik zal dat werkje wel voor je opknappen. En hij ging aan het spinnenwiel zitten en rrrr ging het wiel. En inmiddels viel Marieke in slaap. Het was al bijna donker toen ze wakker werd. En haar ogen werden groot van verbazing. Want een geweldige berg stro was tot een grote kluwe fijn goud gesponnen. Ze bedankte het mannetje natuurlijk hartelijk en vroeg wat ze hem ervoor geven moest. Oh, dat komt later wel terecht, zei het mannetje. En meteen was hij verdwenen. Toen de koningin kwam, was ze verwonderd over wat ze zag. Laten we nu maar gauw aan tafel gaan, zei ze. Marieke mocht naast de prins zitten. Dat was een grote eer. Maar de volgende dag bracht de koningin Marieke naar een zaal waar nog veel meer stro in lag. En ze zei: als je hier nu ook goud van maakt, dan zul je mijn zoon als man krijgen. Marieke begon weer te huilen. Maar kijk, daar verscheen het mannetje weer. Wat krijg ik als ik nu weer goud voor je spin? Vroeg hij. Ik kan je niet veel geven, zei Marieke. Maar als dit stro af is, ben ik koningin. En dan kun je krijgen wat je maar hebben wilt. Goed, zei het mannetje. Ik zal je aan je woord houden. Over een jaar kom ik terug. En dan moet je me geven wat jou het allerliefste is. Afgesproken, zei Marieke. Het spinnenwiel snorde snel en de kluwen goud vielen in het rond. Marieke viel weer in een diepe slaap. En toen ze tegen de avond wakker werd, lagen de kluwen goud tot aan de zolder opgestapeld. Toen kwamen de koningin en de prins binnen. De koningin was erg in haar schik met al dat goud. En de prins ook, want nu kon hij met Marieke trouwen. Al gauw werd de bruiloft gevierd. De nieuwe koning en koningin waren heel gelukkig. Vooral toen er een prinsje werd geboren. Juist toen Marieke haar kindje zat te wiegen, kwam het mannetje om zijn beloning te halen. Wat was Marieke nu het allerliefste? Dat zou het mannetje immers krijgen. Plotseling begon ze hevig te snikken, want ze begreep nu dat ze haar kindje aan het mannetje zou moeten geven. Het mannetje dat het prinsje zo graag als speelkameraadje wilde hebben, kreeg toch medelijden met Marieke. Hij beloofde haar dat zij haar prinsje mocht houden als ze binnen 2 dagen zijn naam kon raden. Marieke vertelde nu alles aan haar man, de koning. De volgende dag noemden ze samen het mannetje alle namen die ze maar bedenken konden. Wel 1000. Maar de goede naam was er niet bij. Toen werden er boden door het hele land gestuurd om nog meer namen te ontdekken. Een van die boden dwaalde door een donker bos en zag toen plotseling een houtvuur waar een heel klein mannetje omheen danste die zong:
Morgen, morgen is het prinsje van mij. Oh, wat is die rimpelstiltje blij. Nu wist de bode de naam van het mannetje. Hij rende zo hard als hij kon naar het paleis om de naam te vertellen. Marieke schreide dikke tranen van vreugde. Nu hoefde ze haar kindje niet af te staan. Groot was het verdriet van het mannetje toen hij Marieke hoorde zeggen dat hij Repelsteeltje heette. Maar als troost mocht hij iedere week een hele dag met het jonge prinsje in het paleis komen spelen. En weten jullie nou hoe het prinsje voortaan werd genoemd? Natuurlijk, Repelsteeltje.